Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chefvoetbal Valentijn Driesen, Ajax-volger Mike Wij en Pim CD. Ja, goede dag. Daar zijn we dan weer na een uh, toch enerverend uh, voetbalweekend. Mm. Ik zit uh, nog even terug te kijken. Uh, Feyenoord-NEC uh, 2-2. 25 schoten, hè? Feyenoord en NEC maar twee schoten. Twee op goal, twee gemaakt. Ja, dan, dan ben je toch een beetje... Hè? Heb je toch pech, hè? Wel rendement. Ja. Van NEC. Nou ja, pech. Ik weet niet, pech, hè? Ja, dat Ik er wel iets van uh, Go the Eagles, dat zij pech hadden. Ja. Maar dat is ook kwaliteit misschien. Ja. dus Ongelooflijk van Feyenoord natuurlijk. Die, uh... die blunder. Ook van Bijlo. Maar als je 2-0 ja. voor staat tegen NEC... dan mag je ja. toch geacht worden om dat uit ja. te voetballen? Voor, voor mij was het een hele tijd geleden... Ja, nee, ik 1995 of zo. Voor ja. de laatste. Ja. gebeuren. Uh, nee, maar je moet wel bij jezelf raden te raden gaan. En ik vind het zijn echt wel uh, meerdere oorzaken dan alleen pech en zo. Als je nu ziet dat er vier spelers weg zijn... en dan kan je zeggen van... Uh, ja, maar dat waren geen van alle basisspelers... maar er waren wel spelers die vaak invielen... en die, uh, die Feyenoord uh, op een bepaald niveau hielden. En als je nu de invallers uh, ziet... ja, dan wordt het uh, een stuk minder. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die Azië Cup... en met de Afrika Cup. Feyenoord mist meespelers veel spelers. natuurlijk. Ueda, uh, Jahan Baks, die zijn allebei bij de Aziacup. Cup. Minté en Zeroeki, die zijn bij de Afrika Cup. Ja, dat zijn uh, toch belangrijke spelers. En uh, nu uh, begin je met Dilrussen, terwijl die gewoon de eerste half jaar eigenlijk geen enkel, uh, voor mij 50 minuten in totaal heeft gemaakt. Omdat hij gewoon uh, op dat moment uh, de vorm of het niveau niet had. Dus ja, daar kan je ook op inkopen. En Manchester City uh, kopen bijvoorbeeld bewust geen spelers. Die naar dat soort toernooien moeten. Hmm. Maar ja, het is voor Feyenoord natuurlijk wel uh, ja, een beetje schrijnend als je kijkt naar de, het verloop van het seizoen. Hmm. Want in het begin was het natuurlijk nog Hosanna met oh, de opwekkende optreden in de League. Dat was helemaal niet Hosanna, want ze begonnen met een gelijkspel thuis. Ja, en nou, ik, ik heb Fattina. het dan over de Champions League: uh, 3-2 verloren, atleten Al ja, Madrid. Maar, maar we het nou een gaan over de eredivisie. divisie Ja. Eh, dus ze beginnen hetzelfde als uh, dit seizoen. Nu na de winter gewoon ja. met een gelijkspelletje thuis. Ja, nodig. Het wordt wel penibel, want Twente hijgt inmiddels wel behoorlijk in de nek ja en die hebben, uh, twee puntjes ja dus ik uh nou, die hebben het voordeel, die hebben ook nauwelijks uh, een programma. Hè? De, die hebben alleen Eredivisie dadelijk. Die worden ja. woezen, gewoon uitgeschakeld door PSV. O oh, ja, die, dat is de voorspelling van de dag. week hè? Nou, ja. Allemaal heel snel naar het geld op ja. Twente zetten, denk ik. Nou, ja, jij was toch zo uh, lyrisch over uh, FC Twente? Dat ze fantastisch speelden nou, tegen ik heb, ik, ik, ik heb echt genoten van oh. uh, Twente. En wat ik... Uh, de meerwaarde Tenminste, uh, wat je vorig jaar niet zag... Vorig jaar deden ze het wel goed... en zetten ze ook druk naar voren. En aan de bal deden ze de aardig... maar was van stationnetje naar stationnetje... En nu zie je vaak dat de stationnetjes worden overgeslagen. En er wordt heel veel direct gespeeld. Ja. En ja, ik vond het echt verrassend, uh, verrassend goed voetbal van uh, SC Twente. In tegenstelling tot AZ. Ja, wat die uh, in NSGD kwamen doen uh, vraag ik me nu nog af. Maar in ieder geval kwamen ze niet om te voetballen of om daar een resultaat te halen. Nee, nog wel een paar kansen gehad ook uh, AZ. Dus, ze hebben twee goede kansen gehad. Ja, ja. ja. En dat, dat was bij Feyenoord natuurlijk ook. Hè. Maak Feyenoord op slag van Rus 3-0. Dan ben je normaal gesproken klaar. Maar... Normaal gesproken is Feyenoord bij 2-0 ook klaar. Ja, en dan laatste moment, eerste helft, tot nog even die 2-1. Ja, en dan kun je toch nog in de problemen komen, zelfs tegen NEC. Maar ik, ik moet zeggen, ik was wel weer verbaasd door de reactie na afloop van Arne Slot, die gewoon niet meer naar PSV kijkt. Ja, dat. Ja, nou, dat vind ik dus uh, doodnormaal. Er staat 12 punten achter. En als je ziet hoe, je ziet hoe PSV speelt. En als je daar Feyenoord tegenover zet, dan is toch een wereld van ja, dat, verschil. Ja, dat is ook wel een wereld van verschil. PSV maar heb, heb geloof ik acht spelers die goals kunnen maar, maar je maken. En die heeft Feyenoord niet. Maar je gaat toch niet in speelronde 17 met de witte vlag staan wapperen? Of? Nou, wel voor het kampioenschap. Je moet er ook een beetje realistisch zijn. Je maakt jezelf volstrekt belachelijk ook naar je spelers toe. Als je zegt, wij worden nog kampioen. Nou ja, je, je hoeft dat niet uit te spreken. Maar je, je, nee. kun, je kunt ja. natuurlijk wel gewoon volle bak voor die titel gaan. Ja, ja maar dat, ja, het glas ja, bij Fiets gaat... is natuurlijk altijd half leeg. Ja, maar dan ga je de af. Oh, je ja, je dat dat halen, we, we, we hebben die discussie ooit wel een keer gehad. Want volgens mij stond Frank de Boer ooit 13 punten achterin en werd kampioen. Dan verwacht ik niet dat dit PSV überhaupt nog 12 punten verspeelt. Alleen, nee, nou ja, je zegt het zelf al. Nee, nee, ik, ja. nee ik, ja. ik, ik, ik verwacht het ja. niet. Nee, maar ja, om daarom... nou met een witte flap, vlag te gaan wapperen. Te, uh, ja. Ja. Ja, flap, ja. 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 ja, een witte vlag, uh, ja. Blanco ja, 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 ja. Nee, check. Maar, maar dat... slot, slot maakt over het algemeen in persconferenties. Hè, jij hebt een beetje over, de, over wat hij dan uitstraalt. Vaak dat hij toch, hij zegt, een NEC. Keek geloof ik twee keer naar de goals Ze hebben twee keer gescoord. Nou, dit dan met die witte vlag hijsen. Nou ja. ja. is, het, is het de daadkracht die je verwacht van een trainer van Feyenoord? Dat is misschien een beetje de, de, de hand. Ah, kijk, hij was natuurlijk verschrikkelijk gefrustreerd en geïrriteerd over ja. wat er was gebeurd. Want vlak voor uh, de winterstop uh, was ik bij een persconferentie. Toen had hij het uitgebreid over het verdedigen van standaard situaties. Ja, als je dan de eerste wedstrijd na de winterstop. en je hebt uh, ook in Spanje op uh, getraind weer een goal tegenkrijgt, dat is een standaard situatie. Ja, ja dan, dan gaat de so, zakt de moet je wel in je schoenen natuurlijk. Dus de, ik begreep de irritatie wel. Uh, aan de andere kant, uh, ook met dit Feyenoord had hij natuurlijk wel van NEC moeten ja, winnen. Natuurlijk. Welke spelers van FC ja, Twente? Ja? Ik denk dat het zijn frustratie. Kijk, vaak in de aanloop naar zo'n wedstrijd is dus een kwart voor vijf wedstrijd. Nou, als je dan ziet dat Go Ahead Eagles uh, tien keer tussen de palen schiet ja, dan en dan gaat mij tot een, tot, nee nou ja, precies. Maar ja. Dan kan ik me zijn frustratie ook wel voorstellen. Want inderdaad, als de tegenstander ongeveer bij het doel van Feyenoord komt, is het een tegenkomen. Maar ja, dat heb je ook wel zelf in de hand. Mm. En natuurlijk had Ajax heel veel geluk en Feyenoord heel veel pech. Maar ja, daar zal hij toch wel iets op moeten vinden. Want als elke keer een tegenstander zo makkelijk scoort, heb je toch ook wel een probleem. Ja, welke spelers van fc Twente kunnen naar de Nederlandse top? Of wie zou jij graag bij, bij eh. ja, wat is de Nederlandse top eigenlijk nog? Nou, ja, Laat <laughs> even Ajax Feyenoord PSV. Traditiegewijze nou, aanhouden. Nou, daarom is het zo bijzonder wat ze presteren. Geen één. Nee? Speler van Twente. Naar Nederlandse top. Nee, ook niet. Hoekalde. Nee, Hoekalde vind ik ook niet. Nee, dat is een hele sterke jongen. En een, uh, een spits die echt goed oplet bij afvallende balletjes en dergelijke. Maar ik vind het geen van alle spelers uh, waarvan ik zeg... Nou, die maakt de uh, Ajax PSV of Feyenoord beter. Eiting. Controlerende ah, middenvelderrol? Nee, nou ook niet. Ik las dat hij uh, geweldig had gespeeld. Ja, in onze ah, krant hoor. Hij ah, stond niet voor... in onze krant, hè? He, de hij heeft het chef voetballer. Ja, toch? ja, ja, ja. ja. ja nou, maar ja, ja, eigenlijk kan je alleen de Iedere slaggever mag het invullen zoals hij zelf nou, wil. Heel oh, gelukkig. Daar zit ik niet bovenop. Maar uh, ik also, heb die wedstrijd was het van Steven Ik heb die wedstrijd ook zitten kijken. Ook voetballer van het jaar, elftal van de week of niet? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Of die daar ook in stond. Uh, voor mij was Kees Kist deze keer. Ik weet het niet. En, uh, maar uh, nee, dat zou geen goede beurt zijn voor Kees. En ook niet voor onze verslaggever. Nee. Want Eiting werd niet voor niks gewisseld, want die speelde gewoon een hele fletse wedstrijd. En ik denk als, hoe uh, de jongen, die vriend van Van Bommel, uh, Sadilek... Ja. Als hij dadelijk weer uh, present is, dan, uh, dan gaat hij gewoon spelen. Heb jij wel eens als chef voetbal gezien dat uh, verslaggevers <grijgacht> of ben columnist Ik niet eens chef voetbal. Uh, uh, nou ja, voor de vorm ja. toch? Wat oh, ben je voor dan? Voor ja, ja, verslaggever. Gewoon verslaggever? Ja. -verslaggever. En columnist. Verslaggever A, A, ja. A verslaggever A. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar um, heb je wel eens verslaggevers gezien als oh. ja, zijnde chef voetbal... waarvan je denkt van, nou, die schrijven zoveel onzin... die moet, je, die moet ik daarop aanspreken, of anders is het wieberen? Nee, nee, dan zeg ik heel. Misschien is het handig als jij wat minder over voetbal schrijft. Ja, zie die, zit nu, die zit nu op paardensport. <laughs> en, uh, en wat meer, meer op randzaken, want anders. Uh, oh ja, we uh, noemen geen naam. Is je dadelijk. Er zit, ja. zitten nu al we mensen voor de eerste divisie. Zit er zitten nu al luisteraars te googelen wie vroeger over voetbal schreef. en nu een andere sport doet bij Telesport. Maar... Ja. Ik weet wel wie van paardensport is weggegaan naar voetbal. Dat is Vaanderen die scheef over, uh, over. Ja, ik, had, toen was ik een duo-baan. Had ik oké. Okay. Ik deed padensporter uh, bij en roeien en nee, Olympische Spelen. Want ik ja. wilde graag erin naar de Olympische Spelen en dat kwam. Wat Nol de Ruiter maar de Spelen in 1992 in Barcelona door de neus boorden met hele van jou. En Mark Overmars ja. gewoon uh, op de tribune te zetten tegen Zweden. Oh ja, uh, beslissende wedstrijd en later uh, te verliezen van Australië in een dubbel. Ja, Australië die hadden één goede speler. Ja, en die liet hij gewoon voor Arnold? Net Zellig. Oh oh ja. ja Bij uh, Dortmund nog gespeeld ja. later. En wat, vond, hele goede goede wat, wat vond Pierre daar zelf van? Eh, nou, Pierre, <laughs> Pierre was geweldig aan het zagen. Want normaal gesproken oh. zag hij die spelers natuurlijk nooit. Maar die kwamen helemaal naar de pesttribune. En de Overmars in zijn kiel zorg ook mee. Maar die begrepen ook helemaal geen ruk van. Dus uh, nee, de werkelijk, wat een aanfluiting. Maar toen heb ik tegen Charles Taylor, toenmalige chef, inmiddels overleden. Heb ik gezegd, ja, ik zou toch doorgaan, wel een keer ja. naar de Olympische Spelen willen. Hij zegt, ja, mooie andere sporten uh, erbij gaan doen. En toen waren er de spelen in Den Haag. Ja. Dat weet jij misschien ook nog wel. Nou. Jij komt natuurlijk Oh, Dat het daar vroeger was, in ja. Ja. Uh, 19... Die van, die van, die van uh, 81 kan ik <laughs> me niet meer herinneren. Nee, nee, nee. En tussen nee. uh, uh, dus daar ben ik uh, ingestapt. Uh, als uh, rechterhand van Berrie Zandscholten. Ja, <laughs> Ankie. <laughs> Ankie, van ziet... Ankie van Gunst, <laughs> ik, ik zie die zo'n dressuurmoeder dat die drie zegt... gaat helemaal nergens over. Hoe kan hij nou dat ene been niet... Uh, maar, maar, ja, dus daar heb ik nooit over geschreven. Heen, maar wel Ankie over... van Gunsten wordt ja. helemaal niks. <laughs> maar wel heen? over alle spelletjes en werkelijk waar. Nou, ja. daar had iedereen al zes agendas liepen ze op zak. En incestueus. en uh, In Ja, werkelijk. Verschrikkelijk. Erger dan het voetbal. Ja, veel erg. Ja? ja, tuurlijk. Hele kleine sporten. Iedereen kent elkaar en zo. Ja. En, uh, nee, dat was. Uh... Nou, nou ik dingen. heb het wel leuk, uh, leuk uh, gehad hoor, daar die van wat, uh, wat is een mooie evenement Olympische Spelen of WK voetbal ja WK voetbal Olympische Spelen stelt echt niks voor <laughs> WK voor Weken amateurs dat week is week week altijd zo'n mooie discussie ja, hè wat dan uh, voor sportjournalisten degene die niet nou, over... nou vooral voor degene die uh, ja, de Olympische, Olympische Spelen ja. alle pagina's gaan natuurlijk je moet gewoon voetballen. op een gemiddelde redactievergadering een keer gooien van uh, dat WK voor amateurs dat <laughs> moet ik daar zelf op, dan uh, ja, hangen nou ze in de gordijnen we gaan even naar de stellingen Bergwijn heeft gelijk terecht de winsten van Ajax tegen Go Eagles, oneens. Oneens. Uh, Koeman moet op de knieën voor uh, Luc de Jong om hem over te halen om naar TK te gaan. Oneens. Oneens. Uh, Ramai beter dan Onana? Oneens. Eens. Zo, Oosting uh, moet de opvolger van van Schip gaan worden. Oneens. Eens. Ja? Xavi gaat ontslagen worden bij Barcelona? Oneens. Eens. Feyenoord zakt zonder aankopen naar de derde plek. Oneens. Eens. Leuk jongens. Koopmeiners kan beter naar de Premier League dan naar Juventus. Oneens. Oneens Kevin de Bruyne, beste speler van de wereld. Maar hoe lang oh. gaat deze uitzending duren? Nou, ik, ik, maar, ik ga hergeling overal, uh, overal, die overal die terugkomen. Of of, uh, nee. Is ze ook overal op terugkomen? Ja. Ja, dat gaat niet lukken, denk ik. Maar de Bruyne, ja. de beste speler van de wereld? Oneens. Eens. Ja, dat was wel mooi. Hè? Die kwam er weer in tegen Newcastle. Meteen een doelpunt en een prachtig nee, kapsel. Assist. Kan natuurlijk niet. Vind niks? Nee, vind ik niks. Nee, niks. Hoezo niet? Nee, uh, Kevin de Bruyne moet dat uh, rare rode hoofd hebben. kapsel. Ja, dat steek achter. Ja, niet dit. Nee, nee, nee. Die het ineens uh, meegaan doen uh, met mensen die ook. Uh, hoe noemen ze deze broek ook weer? <laughs> Tuinbroek. Cargo Pants. <laughs> ja, Cargo ja. Pants. <laughs> Hè? Die met uh, smalle, nee, white cargo Pants lopen. Maar goed, uh, Manchester City, Zinder in de wedstrijd. Ja. Die twee gewonnen bij Newcastle. Mickey van der Ven ook weer in de basis. Hey. Daar was hij weer. Ja, krijg je nu je zakgeld weer. Nou, als we Erik de Nacht er even bij halen, <laughs> zakgeld. He? I feel quite well. Uh, I feel welcome. Dit uh, is my home. We give too easy also way. It ain't over the, uh, till, till it's over. is crazy. He? Ja, toch weer eventjes uh, de Manchester United-tune uh, erbij halen. Ja, je hebt natuurlijk zitten kijken. Ik heb weer zitten kijken, ja. Nou ja, het was nu extra leuk omdat uh, Mickey van der Ven natuurlijk ook uh, meespeelde vanuit de Tottenham Hotspur. Jullie hebben het waarschijnlijk niet uh, meegekregen, uh, die wedstrijd. Ik heb het niet kunnen zien, nee. Ik was bij uh, Coed Ajax. Ja. <laughs> nou, dat is, dat is eigenlijk wel pijnlijk dan, hè? Ja. Nou ja, goed. Nee. Lang verhaal kort. Uh, Hoylent weer een uh, mooie goal uh, gemaakt. Ja, maar waarom is dat pijnlijk? Dat was een van de leukste wedstrijden van de afgelopen weekend. Ja, dat is zo, ja. Hoewel het niveauverschil wel vrij groot is, denk ik. Ja, maar je kunt ook in de vierde klasse onderbonden een hele leuke wedstrijd zien. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar willen nee. we nog laten we heel even het buitenland. Uh, ja, als je twee, twee keer voorkomt, dan moet je natuurlijk wel uh, die wedstrijd winnen. Ja. Eigenlijk. ja. Zeker thuis. Er wordt wel gezegd dat Ten Hag heel erg reactievoetbal speelt. Hè. De kritiek van de Neville en zo die neemt, neemt weer toe. Dat is natuurlijk bij elke puntverlies zo. Maar goed, laat we even afwachten hoe dat. Het maar dan komt gaat dat open. de tegenstander in dit geval tot de Motswap natuurlijk gewoon een beter seizoen draait. Ja. En op dit moment daar zit er veel meer automatisme in dan bij uh, Manchester United. Het is iedere keer knippen en plakken voor Ten Hag om een beetje een fatsoenlijke opstelling te kunnen. Ja, en ja, gewoon niet zo'n hele goede selectie. Wat wel mooi is, is dat Martinez uh, een rantge heeft uh, gemaakt daar. Dus uh, dat wordt uh, allemaal vervolgd. Ik noem de koopmijners ook even, omdat hij natuurlijk uh, uh, vanuit Juventus uh, wordt genoemd als zijnde de voorkeur krijgen boven Henderson. Staat groot in de Italiaanse media. Um, maar ja, ja. ko Koopmeiners, is dat, is dat denk je voor hem een mooie stap als we dat even Henderson komen nou, ik, ik, zo ik weet niet hoe, hoe Juventus dat gaat doen, want volgens mij hebben ze met de regels van Financial Fairplay te maken. En dat, ja, dat belemmert ze heel erg in de deal van Henderson. Want zij kunnen Henderson niet kopen. En de ja. Ajax wil dat wel. Dus hoe ze dat dan met Koopmijners gaan oplossen, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja. En als je naar Koopmijners kijkt, hè, is, is het inderdaad Juve een mooie stap voor hem. Hij doet het al jaren natuurlijk over Atalanta. Jouve speelt normaal gesproken altijd mee om de titel, nu afgelopen seizoen niet, maar ze staan nu staan ze ook wel weer goed voor. Inter, ja, daar staat eigenlijk geen maat op in Italië. En Atalanta ja, is gewoon de nummer 6-7 van Italië. Dus als je dan naar de nummer 2 en Juventus vindt gewoon een hele grote club, dan denk ik dat het een hele mooie stap is. En ja, hij heeft in Italië ook minder te bewijzen dan als hij eventueel weer in een totaal andere voetbalcultuur als de Engelse komt, omdat hij al gewend is en iedereen kent hem daar. En ja, de, de kritieken zijn altijd lovend over ja. hem. Dus, uh... Staat daar wel iets aanvallender lijkt het dan ja. uh, wat hij bij het Nederlands elftal ook vaak speelt? Scoort dan ja. ook uh, vrij veel? Ja. Ja, dat, dat, dat klopt ook wel. Hij uh, gaat eigenlijk iets steeds meer een stukje naar voren. Hè. Bij AZ heeft hij ook gewoon nog centraal achterin gespeeld een tijdje. En uh, ja, was hij meer voor de, voor de balans, maar ja, hij heeft natuurlijk een uitstekend uh, overzicht, inzicht en, uh, en ook een hele goede, uh, een go goede vrije trap en een goed schot. Dus ik begrijp wel dat trainers hem ook wel graag wat dichter bij de goal. En dan zou je denken van de ruimtes zijn wat kleiner, maar da daar kan hij toch wel goed mee overweg. Ja, ja. Nou ja, ook weer een speler om rekening te houden richting het EK. Hè? Reiners weer een assist. Ja. Als Roma in uh, gaat hij, dramatisch. Uh, uh, volgens mij zat hij er ook gewoon bij. hoor. mijners. op het ja. moment dat hij fit is, dan is hij gewoon een van de geselecteerde. Ja, nou ja, en, meer omdat hij bij het Nederlands elftal natuurlijk niet altijd even goed uh, voor de nee. dag is gekomen. Nee. Nee. Nou, Louis van Gaal ik... was wel gek van hem. Hè? Ja, nog wat meer dan Koeman heb ik het idee. Maar die had hem trouwens ook ja, in die wedstrijd tegen Argentinië. Stond hij toen in de basis? Of viel die in? Viel die in volgens mij. Ja. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Maar goed, zo zijn we aangekomen. Want als Juve op de een of andere Houdini-manier koopmijners wil binnenhalen. Maar die kunnen misschien toch huren, Mike? Als ze hem huren, dan kan dat toch? Ze kunnen koopmijners huren. Ja, maar, met maar wat, heeft Atalanta, koop, ja, wat heeft Atalanta dan nu voor belang ja. bij? Mediant is zo. Nee, ja. Ja, misschien als ze. Uh, 20 miljoen daarna voor krijgen of 30 miljoen. Ja, als het verplichte koop is, dan zou het kunnen. Ja, maar dan komen we van Koopmijners bij onze grote vriend uh, Henderson. En we hebben producer Hein weer terug, dus die maakt de meeste Henderson. geniale jingles. Ik heb deze nog niet kunnen horen aan de voorkant. Dus hij uh, of komt hij. Kom maar door. <middels> hij komt uit de zandpak, <middels> komt uit de zandpak <middels> Henderson. Tegen Ajax zegt hij heus wel yes. Oh yes! En hij wordt de nummer 6. Nummer 6. Oh! Wow. Dat was hem. Uh, uh, hoeveel sterren? 1 tot en met 5. Uh, hoeveel sterren? Het is een hele slechte combinatie. <laughs> Werk en drinken tegelijk. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> ik wel, hoeveel sterren geef je deze jingle van 1 tot en uh, met 5? Voor hij geef ik een 5. Oké, okay, hartstikke goed. Ja. Ja, nee, maar uh, misschien dat hij gewoon ook een podcast jingles kan gaan maken. Best leuk. Ja, ik denk <laughs> dat het het beste aan zal slaan. Ja, ja, zeker. Maar we uh, zijn ja, wel heel groot hoofd. Hè, maar even vermoeien. Nee, ik nee. <laughs> eh? nee. We nou, nou, hebben zeker we al drie jingles tijd. gehad en we zijn, geloof ik, uh, tien minuten onderweg. Ja, maar hij ja, zit. Uh, deze start... gaat al heel snel verdwijnen, natuurlijk. 31 januari is, natuurlijk. Uh, ja, dus, hij zit naast met de NPO, er zit hij alleen wat plaatjes op en dan is hij alleen maar jingles aan het maken, denk want, ik. Want uh, er verscheen een uh, verhaal, Mike, uh, geloof ik, bij VI of andere media die een beetje suggereerde dat het al best wel ver was. Toen kwam jij kort daarna met een eigen verhaal... wat iets genuanceerder lag volgens mij. Zeg ik goed hè? Altijd hè? Ja. ja. Uh, want het was nog niet zo dat Henderson zijn ja-woord aan Ajax had gegeven. Nee. Een beetje het Nee. Maar het, het was volgens mij niet V.E. dat meldde dat er een akkoord was. Vee zei dat ze op weg zijn naar een akkoord. Nou ja, dat kan. Want het ligt in de mogelijkheden om een akkoord te bereiken... met Henderson voor Ajax. Ze weten wat hij wil verdienen... En dat, dat heeft ook met de belastingen te maken. Dat, die zijn in Nederland een stukje lager dan in Engeland voor hem. Dus Ajax weet wat het ongeveer moet kosten. Er is nog wel een groot probleem. Henderson wil eigenlijk het liefst voor 2,5 jaar tekenen. Ajax wil maximaal tot 1,5 jaar. Gaan, ja, dan is hij 35, 36 joh. Ja, Als je 2,5 jaar tekent. Dat hoeft toch geen probleem te zijn? Nee. Als hij fit is. Kijk, en dat, dat zal Ajax moeten inschatten. Ik, ik heb zijn laatste wedstrijd in de Zoodische competitie niet gezien. Moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar daar zit gewoon nog een beetje ja, zeg maar de ruimte. Ajax wil hem graag uh, anderhalf jaar. Henderson wil tweeënhalf jaar. Dus dan zal, zal het wel uitkomen op anderhalf jaar met een optie voor nog een jaar. Alleen zijn club, vak, uh, moet, uh, moet gaan bewegen. Want die willen vooralsnog uh, Henderson niet kwijt. Ja. Maar als Henderson uh, er klaar mee is in die zandbak. Ja. En die gaat uh, Etifak, uh, al Etifak onder druk zetten. Ja. En verruilen van Ajax. Denk je dat, dan, dat uh... dan doen of niet? Ja, ik weet het. Ik, ik zou het. Hoe zit jij in weten. die Saoedische... Uh, in Saoedische competitie ik heel slecht. Ja. Ja. Dus, had had je heel twee jaar geleden, geleden toch jou moeten zeggen? Ja, wat ik wel uh, zie, dat er wel meer spelers uh, al heel snel te bak van hebben. Benzema. 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 Ja. En zo, die gaat misschien nu naar, naar Engeland. Dus uh, het is niet uh, uh, het nieuwe Walhalla van, van het voetbal. Dat dachten we een aantal jaar geleden ook van China. Die hebben toen ook heel veel geld erin gestoken. Nou, dat is uh, op niets uitgelopen, en uh, ik mag hopen dat uh, dat in saudi arabië dat ook gaat gebeuren. Maar als je zegt, even als je van 2,5 jaar uitgaat, hè, hij verdient schijnbaar nu 15 miljoen uh, uh, per jaar. Nou, dan, dan wat is het maximaal dat Ajax netto of brito aan een speler ja, moet kunnen uh, uitgeven? Hij, hij is bereid om heel veel in te leveren, en dat komt omdat hij zich gewoon in de EK-selectie van Southgate uh, wil, wil voetballen, de Engelse EK-selectie. Ja, kijk, Tadic is weggegaan, dat was de grootverdiener bij Ajax. Wat verdiende die, weet je dat, bruto ongeveer? Ja, dat, dat zal ongeveer 5, 6 miljoen ja, zijn geweest. Dus die. dat zal het dan moeten worden? Qua ja, brutaal ja, Heel veel hoger zal Ajax niet gaan, denk ik. Ja. Nee, maar dan moet je ook nooit gaan voor die Gozer, natuurlijk. <coughs> Kijk, als, als dat het prijskaartje is wat eraan vast uh, zit, ja, dan zou ik het nooit doen. Nee, want dan je kan je, je benen, beter in de zomer een goede, goede uh, jongere speler uh, nemen die ook meer voetbal heeft. Hè. Ajax is natuurlijk heel succesvol geweest de afgelopen jaar. Met bijvoorbeeld iemand als Lasse Jeune op die positie. Of Frenkie de Jong op die positie. Veel meer voetbal. En dit is veel meer een breker. Ja, uh, tuurlijk heeft hij ervaring, Maar er zijn misschien ook uh, andere spelers die wat, uh, wat iets minder ervaring hebben, maar die veel meer voetbal erin brengen. En dat wil je als Ajax ja, zijnde. Maar je hebt natuurlijk ooit die afschrijving van Ziek gehad. Hè, wat toen sprake van was, dat hij terug zou gaan bij Ajax. Dat zou dan totaal voor een miljoen of veertig gaan uh, voor tot het einde van zijn loopbaan. Als je nu zit op vijf, tien. Uh, 15 miljoen, uh, plus nog een transfer... ga je zo uh, de 20 miljoen over, zeg maar... Ja. om Henderson uh, 2,5 jaar ja. mee te laten voetballen. Maar ik vond gisteren tijdens de persconferentie... Valentijn was in, uh, in Deventer, die was ook bij die persconferentie. Maar wat mij heel erg opviel... één, dat Sean van Schip voor de wedstrijd al zei... en gewoon ruidelijk toegaf... dat Ajax met Henderson in gesprek is. Mm. Maar ook uh, tijdens de persconferentie... hoe graag hij hem wilde hebben... dat geeft toch ook wel aan dat van het Schip... Ja, ik wil niet zeggen dat hij wanhopig wordt van deze selectie... maar hij ziet wel en dat heeft hij ook tijdens het trainingskamp in Spanje gezien... dat deze selectie wel heel veel gebreken heeft. Dus die wil Henderson er heel graag bij hebben. Alleen ik ben een beetje bang voor Ajax dat het hetzelfde is als bij Alex Kroes. Dat er misschien dan wel veel te veel verwacht gaat worden van Henderson... zoals er misschien ook wel veel te veel verwacht wordt van Kroes. Want het lijkt inmiddels alsof hij over water kan lopen, de nieuwe algemeen ja. directeur. Ja, en dit, of Henderson gaat dit Ajax ook niet heel veel beter maken. Natuurlijk... Ervaring belangrijk, geweldige voetballer. En zal alles spelen bij Ajax. Maar of hij nou degene is... waardoor Ajax opeens geen, geen enkel tegendoelpunt meer incasseert... Ja, daar geloof ik gewoon niet in. Nee, want uh, wanhopig... Uh, zou jij er wanhopig van worden als je coach van Ajax zou zijn? En je nou, moet, uh... Als je dat gisteren zag, dan, dan word je daar wanhopig van. Maar het heeft ook heel veel te maken met... ja, uiteindelijk ook kwaliteit, maar ook met de organisatie. En achterin uh, dan klopt het niet. En uh, op het middenveld klopt het gewoon ook niet. Ja, hoe, als je ziet hoe makkelijk... Die Willem Willemsson. Ja. Ja, een lange paal is het en hij kan best aardig voetballen, maar dat was gewoon de beste van het veld. En ja, iedere bal stak hij gewoon dwars door, doorheen. Ja, dan denk je van, als je op het middenveld staat, dan, dat je, daar moet je wel uh, op anticiperen. Nou, er werd helemaal niet op, op geanticipeerd. Van de Schip zei ook dat hij op het midden of uh, aan de zijlijn uh, had zijn coachen aan zijn gek, maar dat hij ze niet kon bereiken uh, om het goede te doen. Dus. Dat heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken, maar nou ja, dit Ajax is gewoon geen stap verder dan het Ajax onder Marie Stijn en onder John van het Schip in de tweede of in de november, december. Ja, maar to, toch is dat wel een heel gaaf fenomeen. Want ook, ook die wedstrijd Utrecht uit, die deed ik niet. Die heb ik ook op tv gezien. Maar ik vond die wedstrijd bij Go Eagles, die had gewoon echt gigantisch veel overeenkomsten met die wedstrijd ja. bij FC Utrecht. En kennelijk is het dan toch zo, en zat Stijn ook in een fase dat het dan net verkeerd valt. En van het schip heeft dan het geluk dat het net goed valt. Want ja, volgens mij was dit echt gewoon toeval dat ze, dat ze deze over de streep trokken. Ze maken drie goede goals. Dat wel. Maar ja, soms is het ook onverklaarbaar. Waarom valt het bij de ene coach altijd verkeerd? Nou ja, ja. Louis van Gaal heeft zichzelf ooit een, een gouden pik toebedeeld. En van het schip lijkt ook wel het geluk wat meer aan zijn zijde te hebben dan Stijn. Ja, maar spelers waren wel klaar met Stijn. Tenminste, ja, die interviews nee. hoort ook over Ekbom en dat soort spelers. Ja, maar spelers. ik denk je geluk wat... ook wel... Grotendeels kunt afdwingen. En Van Schip doet dingen natuurlijk ook zeg maar in, in de omgang met de spelers een stuk handiger dan Marie-Stijn. Heeft ook het voordeel dat er in de organisatie gewoon ook weer mensen op hun plek zitten die Stijn niet had. Stijn had geen Van Gaal, had geen Blind, had geen Leo van Wijk, had geen uh, Marijn Beuker, had geen Kelvin de Lang. Dus Stijn stond er echt helemaal alleen voor. Mm. Alleen Van Schip pakt dingen ook anders en beter aan, denk ik maar het verschil tussen die wedstrijd van Utrecht en Eagles ja je ja. had zomaar gisteren het gevoel dat het ook 4-3 voor Eagles had kunnen worden. Ja, en ze hebben een keeper die punten pakt. Ja, want ik zei He? beter dan Onana ja. toen zei jij ja. Ja, nou als je hem gisteren zag keeper en je ziet Onana bij Manchester United die laat nogal wat steekjes vallen. En die is juist verantwoordelijk voor puntverlies. En dus op dit moment is die, die Ramai, maar Onana speelt natuurlijk wel even in een iets andere competitie. Ja. Uh, het maakt er nog wel uit of die uh, Edvardsen die, die spits, uh, een, een bal op doel schiet. Of uh, Kevin de Bruyne. Uh, dat maakt ja. nog wel wat uit, lijkt ja. mij. Dus ja. uh, dat moet je ook wel rekening mee houden. Maar uh, die, die jongen deed, deed het uitstekend. Uh, Pasveer had een interview uh, gegeven afgelopen weekend. En wat daar wel interessant aan was, vond ik, is dat hij zei dat vroeger types als Tadic en Blind, die zaten in het krachthonk. En die waren alleen maar bezig om beter, sterker te worden. En hij zegt, ja, ik, ik zie dat nu eigenlijk niet meer. Als ik borne sossasie voelde ja. linksachter, ja. dan denk ik, heeft die gozer er eigenlijk wel zin in? Ja. Want ik kan die nou echt niet verdedigen. Ja, of die denkt hij, niet, ik laat ja. het gewoon lekker. Hij had op een gegeven moment het, had hij een sprint naar voren nog. En uh, toen dacht ik van, kijk hoe lang het duurt voordat hij weer Terug is. in zijn positie ja. staat. Hij blijft gewoon staan. Ja. Ja, op, 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 hij staat er nu nog. Hij staat er nu, nu nog. Hij neemt de ja. taxi denk ja. ik. Ja, Ja, maar dat is toch. Ik weet niet of het jou ook viel, maar dat ja, is ja, echt, ja. echt opvallend. Ja. Je moet dan met het mes tussen de tanden weer ja. terugrennen, zou je zeggen. Ja. Ja, je verwacht dat hij uh, zijn plaats wil veiligstellen. Ja. Want ja, dadelijk uh, er komt er een linksback, dan is hij natuurlijk gezien. Hij heeft een geweldige voorzet, dat heeft hij zeker. Want wij, wij zaten aan die kant, nou, hij gaf twee geweldige voorzetten. Mm -hmm. Maar net wie je zegt, voor de rest heb je echt helemaal niets aan hem. Is gewoon nee. een soorzender. En je verwacht ook meer uh, actie in de opbouw. Nou, dan laat hij zich ook niet... Uh, Heerlijk, niet lekker, lekker gewoon een beetje ronddartelen op zijn ja. veld. Maar wat heeft dit met de sportschool in het interview? Bij nou, omdat het over overgave gaat om het beste uit jezelf te halen binnen ja. een uh, team. Nou, voor, vooropgesteld, Pasveer is echt een, een hele mooie vogel. En neemt ook nooit een blad voor de mond. Dus mm het -hmm. zouden meer van dat soort spelers moeten zijn. Maar ik vind wel, kijk, Tadic, dat voorbeeld hebben we hier uh, al een keer aangedragen. Op een gegeven moment zegt Tadic voor een training tegen Gravenberg. We gaan vanmiddag de sportschool in, maar Gravenberg gaat wat anders te doen. Ja. Die kreeg gewoon drie dagen geen bal van Tadic. Nee. En toen, na drie dagen, liep je toch naar iets toe met de vraag van... Waarom Waar je zit de sportschool bal? eigenlijk? Ja, nou, we gaan vanmiddag naar de sportschool. Ja. En vervolgens. Maar Tadic dwong dat op een hele natuurlijke manier af. Waarom pakt Pasveer niet al die spelers bij hun oren en neemt hij ze mee naar... Uh, ja, naar de sportschool. Kijk, daar ligt ook wel een taak voor de ouderen. Omdat dan, als je het signaleert, dan moet je dat kunnen oplossen ook. Ja, maar Pasveer is de hele tijd geblesseerd geweest. En het is de vierde keeper. Dus dan heb je, heb je geen enkele autoriteit. En je zit met allemaal nee, buiten. Maar hij, hij kan toch ook Bergwijn, dus, Robby Ja, ja zeggen. maar die, daar, moet het, daar moet het vandaan komen. Maar daar komt het ook niet vandaan. Nee, want nee, want daar is het ook niet. Als Pasveer dan Berghuis, en Bergwijn en Brobby zoveel van jongens, we gaan al die. Gasten en al die buitenlandse spelers op sleeptouw nemen en we gaan wel naar de krachthonk. Kijk, ik, ik vond het wel een hele pijnlijke constatering, maar je, ja, je hoorde het al vaker. En het, het gaat bij Ajax altijd in, in, in fases. Jan Vertongen bijvoorbeeld, die zat ook elke dag in de sportschool. En ja. Daarvoor was er een generatie die deed dat niet. En ook daarna was er weer een, weer een periode dat het weer een stuk minder was. Maar die, die discipline. Die moeten gewoon volle bak in zitten. Maar sommige dingen verbazen mij echt bij Ajax en ook van John van Schip. Er zijn gewoon dagen. Dan komen die spelers om half twee op de club. Omdat ja. er smiddag getraind wordt. Nou ja, wat doe jij als jonge speler als je de volgende dag pas om half twee hoeft te melden? Gamen. Ja, dan ga je de avond daarvoor wat langer door met gamen. Of misschien toch ja. wel even de stad in. Of misschien toch. Ik vind het onbestaanbaar dat bij Ajax, en daar hebben ze echt miljoenen salarissen, waarom melden die gasten zich niet zo als bij alle Engelse clubs? om half negen op de club en om half zes doen ze de deur dicht. En daartussendoor heb je trainingen op het veld, in de sportschool, besprekingen. Maak er een gewone werkdag ja. van. Ja, dan ah, doen ze zelfs bij RKC. Henk Vrezen was gisteren bij uh, Goedemorgen ja? oké. Okay. Mm. En die, die zei dat ook. Uh, gewoon, ja, negen, negen uur, dan wordt er daar ontbeten. En dat, dat is nog vrijwillig, zei hij, maar de meesten zitten daar. Ja. Ontbijten gewoon op de club en, en dan gaat dat hele riedeltje beginnen. Want, maar ik zeg gewoon een volledige werkdag. Maar jezelf. dit is wel het eerste wat je doet. Want Slot heeft natuurlijk ja. bij Feyenoord met met is met een goed voorbeeld. Hè. Die heeft hij helemaal uh, uh, nou ja, uit, <tus> uit het dal weten te halen. En werd uh, de beste speler en verdiende een transfer naar uh, Benfica. Het gaat nu even minder met Feyenoord, maar het, het Slot ja, wil mis... wel iets uit zijn spelers halen. Ja, ja. Waarom, waarom lukt dat dan niet bij Ajax? Bossi bij PSV, denk ik, Idem dito. Waarom lukt dat dan niet bij Ajax? Je kan toch als schener zeggen, joh. Als jij, zo, als jij in de 88e minuut zo terugloopt, dan, dan speel je gewoon geen wedstrijd meer Ja, mee. ja kijk, je, zeg maar wat. je, je moet John van Schip natuurlijk wel de credits wel geven. al vaak, ja. ja. Nee, maar dat is het toch. Ja, ik, ik verbaas me daarover. Ja. De gasten kunnen dat zich blijkbaar ja. permitteren. Ja. Ja. Maar maar jij jij bent toch niet van niets, heb jij hier bij de Telegraaf bijna met Prinsje. Ja, ja. Jij kan je toch ook nou, allerlei dingen permitteren je kan die, leggen, die maar ik niet... me niet kan permitteren? Nou, nee, je zit toch ook lekker met If Berends op vrijdagavond ja. bij VI, hè? Ja. Zo, dat is luxe. was dat eigenlijk? Ja, al, was ja. het een, een vriendelijke. Ja, ontmoeting? ja, ja. Ive, een hele aardige jongen. Hele aardige jongen. Die ook heel goed tegen uh, kritiek kan. En, ook, uh, ja. en had was uh, een hele herinnering. Dat was wat. natuurlijk niks. Nee. 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 Heeft hij gezongen ook echt? Ja, hij heeft gezongen daar, ja. En de, ik keek naar die klok. En denk, <laughs> Godverdomme, die uitzending duurde <laughs> nog drie minuten. Hij gaat toch niet drie minuten lang zingen. Nee. En, uh, maar toen die klok, klok ging ineens heel snel. Ja, dat was een leuk nummer, hè? hè? in jou. Ja. Ja, en zin heeft... in jou heette dat nummer. Nou, ja, nou, had nou, geen zin in hem. Nee. Maar heeft alleen een nog honger, wat hè? ontregelende vragen weten te stellen aan jou of niet? Was Nou, mee bezig. Ja. Want Ik kreeg, ik kreeg ja. in één keer berichtje van haar of ik nog wat ontregelende dingen over jou wist. Ja, ja. Nee, nou, ja, dat was eigenlijk door uh, de fysiogiste oh. uh, kwam dat. Want die zag, die, die uh, ja, Rijnkeetse. Uh, ja. En die, uh, ja, die draagt die kleding. Ja, hoe je ze uit je kast durft te halen, vraag ik me af en toe af. Die fysicisten? Ja. Oh. Maar, uh, nou, Rijker, maar nu had ik dus een broek met uh, gaten erin, maar dat ja. was helemaal niet de bedoeling. Dat is een zomerbroek, maar bij mij hangen ze allemaal op een rijtje ja. de, de voorste die pak ik en dan gaat hij de was in dan gaat hij ja, als achterste ja. en zo gaat het hele rijtje af. Ja. Maar ik heb helemaal niet opgelet, en dus nou, dus zat ik daar met een broek met gaten. Ja, toen was ik natuurlijk aan de beurt ja. bij haar. Ja. En toen zegt ze, ja, dan ga ik wel even tegen Helen zeggen. Ja, toen, toen moest okay. er, dat verhaal waarom ik met die belachelijke broek daar aan tafel ja. zat. En daar werd ook nog even op ingezoomd. Wat er kan bij deze uitzending, want de camera kan onder de tafel. Dus sommige, voor sommigen is dat gunstig en voor sommigen ongunstig. Maar bij VI zie je dat niet. Je bent wel van de hippe broeken, ja. Maar we hadden ja. het natuurlijk over uh, de overgave die de, de coach van zijn spelers kan uh, eisen. Nou, kijk, Sean van Schip is ingestapt en die moet... Die moest Ajax van de achttiende plaats naar de vijfde zien te loodsen. Nou ja, dat, dat is inmiddels gelukt. Kijk, die kan niet alles in één keer compleet anders gaan doen. Dus, maar dit was onder Erik ten Hag natuurlijk nooit gebeurd. D dat is wel een trainer die gewoon zegt van... lange dagen, keiharde arbeid om... Weet je, die spelers moeten fitter dan fit zijn. Ja. Je geeft ook een signaal door maar één keer te trainen. Spelers heel veel vrij. En daar speelt ook... Zeg maar die, die dataafdeling bij Ajax een, een hele kwalijke rol in. Het performance team. Ja, als er ook maar één metertje, een millimeter op, uh, op rood gaat, ja, dan uh, moeten de spelers ongeveer zes dagen vrij hebben. Ja. Weet je, dat gaat allemaal zo voorzichtig. Pak die gasten aan, zorg dat ze topfit worden. En dat ze gewoon ook weer uh, elke dag volle bak trainen, van ochtends vroeg tot avonds laat. Ja, ja. Hoe is het bij de Roeibond eigenlijk? Het oh, ja, was ja. een pushbericht uh, dat, uh, dat Maurits Hendricks... Wijze, of de Golfbond, excuse, ja. dat hij mogelijk wijze op weg is naar de Golfbond. Ze hebben daar ook nog een crisis gehad in, uh, in de top. Ja. Nou, dus dus er hebben de... ze nu een interim, ja. Ernst Boekhorst. Nou, die kent Mike ook uh, van Ajax. Ja. Van nou, de Raad ook, uh, van Toezicht, toch? Ja. 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 Uh, ja, bestuursraad. Bestuursraad, bestuursraad excuus. Oh. Ja. En die is ook uh, ja, volgens mij teammanager bij het Nederlands hockeyteam mannen en die doet dit uh, erbij en uh, ja die kent Marit Hendricks natuurlijk ook goed van uh, van Ajax en uh ja, eerste hockey Maatje misschien wel een uh, nee. leuke uh, job beloofd? Ik heb uh, eerst Boekhorst op de app gehad. Die was onderweg, uh, volgens mij, naar een of andere hockeytoernooi of misschien een cricket want daar doet hij ook uh, voor de cricketbond of een golf. Uh, of een golf uh, in ieder geval niet naar Ajax, Hendrik. Nee, Stuurzaad ja, uh, voorzitter. voorzitter. Ja, uh, in ieder geval niet op weg naar Ajax, <laughs> maar nee, die die zei dat hij uh, dat hij er niet van wist dat Marcus Hendricks in beeld was en dat het zeker niet uit zijn koker kwam. Het zou okay. ook heel onverstandig zijn als dat wel uit zijn koker kwam. Want dan wordt er dus iemand met pek en veren afgeserveerd bij Ajax. En dan ga je dus als voorzitter van de bestuursraad... Ga je zorgen dat hij alsnog bij de golfbond terechtkomt. Maar daar is volgens hem, uh, hem geen sprake van. Maar is daar de functie uh, chief sports officer wel vakant? Chief golf officer. Chief golf officer. <laughs> ja, ja, maar ja, goed. Ja. Bergwijn chief zei van... Uh, uh, ja, waren we wel beter. We niet gewonnen. Ja, ze waren niet beter. Nee, maar wel en? verdiend gewonnen, zei hij. En ook, ze hebben ook niet verdiend gewonnen. Ja. Wat vind je dan van ja. zo'n interview? Want dan zou je ook kunnen zeggen: ja, ik schaam uh, me ogen uit mijn kop wat wij tegenwoordig op de mat leggen. Maar ik ben blij dat we met meer ja. punten weg zijn gegaan. Ja, maar hoe dat, dat heb ik altijd al gezegd. Daarom vind ik Bergwijn ook niet zo'n goede aanvoerder. Bergwijn is heel erg met zichzelf bezig. En ik vond hem gisteren zeker heel goed beginnen. Eerst helft was hij echt heel goed. Ze is ook bij de eerste kant. Ja, en, uh, dus, maar die, die leven veel meer in hun eigen wereld. En dat is natuurlijk uh, aanvallen eigen. Ja, die moet je dan op dat moment gewoon niet vragen... om een, uh, een afgewogen analyse van de nee. wedstrijd te geven. Nee. Want dat, dat lukt niet. En ja, als, als een, een aanvaller twee keer scoort... dan heeft hij een geweldige wedstrijd gespeeld. En als een aanvaller als Bergwijn een aantal goede acties maakt... Dan heeft hij voor zichzelf ook een goede wedstrijd. En dan projecteert hij dan op het hele team. Mm. Ja, en dat was gewoon niet zo. Nee, nee. Dan gaan we naar PSV. Uh, ja, Luc De Jong een hetrikje weer uh, gemaakt. Ja. Ik zei Koeman moet op de knieën om hem over te halen, maar dat vinden jullie van niet dus. Nee, je moet nooit op je knieën gaan voor een speler. Uh, dan, dan, dan krijg je een hele rare situatie, ook in de verhoudingen naar elkaar toe. En dan kan uh, Luc De Jong ook uh, naar Koeman toe roepen. Ja, je komt op je, je knieën om hem over te halen naar het EK te komen. En vervolgens uh, zet je mijn reserve. Mm ja dan dan heb je je heibel in de tent als Luc de Jong moet gewoon zelf die heeft tegen Koeman verteld als ik beschikbaar ben voor het EK dan laat ik dat laat ik dat aan jou weten nou en daar moet je gewoon dan op wachten of juist niet op wachten en volgens mij is Koeman niet bereid om heel lang daarop te wachten nee dus in maart als het Nederlands er bij elkaar komt dan zal hij willen weten van Luc de Jong of hij wel of niet in aanmerking wil komen voor een plaats in de selectie van de Nederlandse Alftal. En ik begrijp ook uh, niet helemaal die Hosanna stemming van drie goals tegen Excelsior. Uh, Jiménez maakte er geloof ik ook drie tegen Excelsior. En toen liep iedereen ook tot Polonaise en toen moesten ze drie dagen later. Nou hij weet het, was dat tegen Lazio of tegen Atletico Madrid. En bakt hij er helemaal niks van. En dat is internationaal, is gewoon een heel ander verhaal. En ja. dat gaat dadelijk ook gelden voor het EK. Uh, natuurlijk is, doet hij het heel goed. Maar hij speelt bij PSV. Ze vallen aan als gekken. En Jiménez en uh, Pavlidis zijn topscorer van Nederland. En niet ja. Luc de Jong. Ja. Nee, maar goed, uh, als je ook bij ons in de krant kijkt, de uh, statistieken, uh, topscorers aller tijden, noem het maar. Ah, topscorers aller tijden, dat gaat over een hele, ja. hele carrière. Ja. Maar hij heeft er nu 15 in liggen. En hij had er voor die wedstrijd tegen Excelsior de 12 in liggen. En Pavlidis en Jiménez hadden er 18 in liggen. Maar hij heeft in ieder geval een paar kwaliteiten. Bijvoorbeeld kopsterk, die je goed ja, kan gebruiken binnen, binnen Oranje. Ja, natuurlijk. Je in kan aan zijn kwaliteiten... Ja. Natuurlijk. Ja. En als hij fit zou zijn... En, of tenminste fit, nee. Als hij zelf zou willen, zou hij natuurlijk ook gewoon met de selectie zitten. Koeman heeft hem natuurlijk ook naar Barcelona gehaald. Van Sevilla. Toen hij daar trainer was. Helemaal terecht. Maar je moet niet op je knieën gaan. En Luc de Jong die zal zelf moeten aangeven of hij wel wil of niet. En als je niet wil, in maart, dan uh, moet je er gewoon een streep doorheen zetten. Ja. Je zei ook toch een beetje chagrijn met PSV, hè? Want, uh, sorry, jij wel even aan... Ja, uh, uh, breaking news. Oh. Maar als deze podcast uitgezonden nee, uh, wordt, dan komen lang geen breaking news meer. Dik advocaat, definitief bondsroods uh, van Curaçao. Oh ja. Zojuist getekend, alle achterstallige schulden aan de spelers zijn betaald. Sponsors geworven, schone lei. En uh, deze week gaat de uh, advocaat al met de spelers in Nederland in gesprek. Ook Casper van Eyck getekend... Kees Jans maar getekend. Nee, er wordt nu nog gezocht naar een uh, tweede trainer. En die komt, uh, die komt van Curaçao. Jezus, zo, wat zal die corpot walen? Dat hij niet mee mag. Dat hij ja, niet mee moet. Ja, die, 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 <laughs> kor, korpot gaat ook. Korpot. Oh, dan moet je die wel noemen. Oh, corpot gaat ook. O, 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 o. Maar uh, ja, god. Ja, lekker toch? Ja, dus, heerlijk. Af en toe vakantie. natuurlijk, ja, gewoon een. Uh, ja. Een veredelde vakantietrip natuurlijk. Tot, eens, eens per maand. Tot, tot wanneer heeft hij getekend? Of wat, wat, is, de, wat is het programma van Curaçao? Ik neem aan dat ze het WK niet zullen halen. Nou ja, daar ga je vanuit. Dat weet ik niet. Nou, ze hebben een grotere kans dan ooit, hè? Ja. Omdat Canada, Amerika, en Mexico. Oh, natuurlijk ja. Ja, heel goed. automatisch. Dan, dan automatisch... is het inmiddels 90 hè, als dat WK ja, georganiseerd is. Ja, 104 Het ja, is wel eh, mooi als, als je dit adverraad ja. kunt volgen bij het Komende WK. Dus ja. schitterend. Ja, ja nou ja, ik denk dat het leuker is om hem in die uh, road to de ja. WK te volgen. Want dan heb je iedere week uh, of iedere maand een nou, uh, leuke vakantie. een leuke ook, zonvakantie. Het is wel weer iets leuks voor de podcast natuurlijk. kunnen we allemaal een beetje een, een curaçao blokje kan kan een Jingle maken over advocaat. Leuk. Ah, nee. die is ik al, geloof ik. Hoe leuk is dat? ja. ja. Uh, nou PSV zei eigenlijk nog een beetje chagrijn over het weggeven van kansen en nog een tegen uiteindelijk. Ja, nou, na die 2-0, die lag volgens mij in de 17e minuut al in, hebben ze eigenlijk ook niks gedaan. Nee. En je verwacht wel wat meer van PSV en ja, die slotfase leek helemaal nergens op, maar je zag gewoon uh, aan die spelers dat ze, tenminste een aantal, die baalden gewoon veerman voorop en zo. En uh, de enige die, die heel blij was, was Luc de Jong. Ja. Ja. met met zijn hattrick tegen Excelsior. Ja. Nou, Noah Lang ook dus, weer terug. Dus dat is uh, oh, goed ja. nieuws. Maar die baal natuurlijk, want die Olof wilde Olof toch Olof graag Olof. scoren. Losana schente ja, uh, weer volle, volle bak gered ja. hebben. Ja, normaal gesproken dan kan de Feyenoord de vlag. Goed. Ik snap wel, de, ik snap wel dat slot zit <laughs> inmiddels neerliggend. Ja. Nee, maar. Uh, nou ja, zo zijn we een heel end wat we uh, nog niet hadden besproken. Dus jij zei Oosting, mogelijkerwijs opvolger van uh, Van de Schip. Zou jij een goed idee hey, vinden? Nou, bij Ajax zijn er, maar Mike weet dat uh, nog veel beter dan ik, zijn er drie functies nog uh, te bekleden. Ja, dat is een transferdirecteur, volgens mij. Uh, hoofdopleidingen en een hoofdtrainer. Ja. Uh, of John van de Schip moet doorgaan, maar dat... De, dat zie ik niet gebeuren. Maar en die komt dan uit de koker van Louis Vergaal Danny en Danny Blind. Want die bepalen het. En Marijn Beuken. Maar ja, die lopen aan de hand van Vergaal mee. Mm. Dus, want die is door Vergaal daar ook neergezet. Ja, ja en dan denk, denk ik aan de eerste instantie... Het zou mij niet eens verbazen als Frank de Boer terug zou komen. Maar als ik zie wat die Oosting in zo'n korte tijd... Eh, eerst bij RKC en nu bij SV Twente. Eh, waar die toch weer eh, die gasten... Ja, Beter laat spelen dan onder Ron Jansen, met bijna dezelfde selectie. Dan denk ik van, uh, nou ja, dat zou misschien best wel aardig zijn om uh, Jozef Oosting. Als hij die, die manier van spelen voorstaat uh, om bij Ajax. Ja. Maar, maar ja. zal Ajax niet genezen zijn van, na Maurie Stijn, van een trainer uit Nederland... die niet een hele zware CV heeft, zo'n kans te geven? Kijk, je kunt zeggen, Ten Hag was ook alleen maar trainer van Go Ahead Eagles Utrecht geweest... maar die had natuurlijk wel de ervaring bij Bayern München... Ik zou het wel heel erg vroeg vinden voor. Uh... Ja, maar aan de andere kant, Mike, en je gaf het net zelf al aan. wat uh, Maurice Stijn. wie die allemaal gemist heeft. En die, uh, die uh, ja, zeg maar. Uh, dat team wat er omheen staat. dat staat er dadelijk natuurlijk wel. Ja. Hè, dan is de vergaal er wel. en dan is Blind er wel. En uh, dan is er wel een transferdirecteur. dan is Alex Kroester. Dus dan is de organisatie waarin hij terechtkomt is wel volwassen lijkt mij en uh, en dan is het misschien wel een goede keuze. Goede overperformer zeg maar hè. Zoals ja dat ja ook was. ja. Nou, hij, hij ja hij overperformed zeker. Alleen wat mij wel ook uh, ja internationaal heeft hij natuurlijk zelf nooit als speler meegemaakt. Uh, internationaal als trainer heeft hij uh, niks meegemaakt. En wij zaten bij Stijn voor dat interview uh, met uh, voor oudejaarsdag en die zei ook wel ja dat is dat vraagt wel een hoop aanpassingen. Ook werken met uh, bijvoorbeeld uh, 80% van de spelers die in een Interlandweek weggaan. Ja. ja wat doe je in die week? Uh, hoe komen ze terug? Hoe ga je ze daarna weer benaderen? Ja, dat liet hij over aan de mensen die daar ervaring mee hadden. En daar heeft Oosing natuurlijk ook geen ervaring. Nee. Mee. Maar Frank de Boer, dat, dat lijkt tot op heden, want die valt vaker, die naam ja, natuurlijk. En, en die naam, en dat, dat is iets heel geks. Die, die naam valt heel erg slecht bij de supporters. Want Noem je Frank de Boer, dan hebben supporters het beeld afbraakvoetbal. Dat komt natuurlijk ook door die laatste wedstrijd bij Goedie, of bij de graafschap. Dat was natuurlijk ook een, een hele beroerde waar ze het kampioenschap verspeelden. En Frank de Boer, ja, die wordt eigenlijk niet gepruimd door de, door de fans. Maar ik vind dat wel gedeeltelijk ook heel onterecht. Omdat in de eerste fase onder Frank de Boer, ik kan me nog wedstrijden tegen Barcelona, Manchester City herinneren. Dat het wel heel sprankelend was. Alleen op een gegeven moment is er ook een wijziging in de staf gekomen. En toen werd het van kwaad tot erger. En toen was het voetbal uiteindelijk inderdaad niet meer om aan te zien. Ja, Hij ging over de assistent, ging het over Trusful of zo? Ja, dat weer? Onder Spijkerman was dat wel een, een stukje nee. inter interessanter. En later ja, dan kwam ja. Trustful erbij. Ik wil niet, niet alle schuld in, in de schoenen van Trusful. Dat vind ik weet wel hoor. <laughs> nee, <laughs> ik, ga, ik ga hem er even <laughs> in. <laughs> ik, ik, kan hem, ik kan hem in één ja, keer herinneren. Ja, ja. Ja. Ja, maar als hij zegt, het veranderde wat, dan moet je natuurlijk... Hè? Ja. Maar, maar je oh moet niet coat. vergeten, en ik denk dat dat zeker zal meewegen bij Danny Blind en ook bij Louis van Gaal. Kijk, Frank de Boer, we hebben een keer gezegd dat uh, Tobias Sana als gokje kwam voor 300.000 euro. Of niet? Ja, ja, ja. Nou, ja. Hoe gaat het nu met hem eigenlijk? Nou, als je ziet wat Frank de Boer in het begin kon investeren samen met Overmars, dat was gewoon ongeveer nul. Ja. Dat was echt heel weinig. En Frank de Boer heeft met vier kampioenschappen natuurlijk wel gewoon ook nog een... Een volgende Champions League kwalificatie. Wel de financiële basis gelegd, die dat er weer onderuit heeft gebeukt. Maar wel de, de financiële basis heeft gelegd om uiteindelijk de halve finale van de Champions League te bereiken. En ook daar niets halen, blind te halen. Dus ik vind dat Ajax Frank de Boer wel wat verschuldigd is. Ik vind ook dat het overdreven is, dat het alleen maar afbraakvoetbal is geweest onder Frank de Boer. Mm -hmm. Dus ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat Blind en Van Gaal. Daaruit zullen komen, al weet ik ook als ik dit roep in een podcast, dat ik absoluut niet opga voor de populariteitsprijs. Nee, maar die fans moeten gewoon een mond erover houden. Uh, die moeten gewoon kijk, accepteren dat is wat, uh, het ja, wat, wat uh, de clubleiding doet. Uh, en daarna mogen ze uh, fluiten en schreeuwen en doen uh, zoveel als ze willen. Maar uh, kijk, uh, wat, wat bij Frank uh, de Boer onderbelicht blijft, vind ik dat hij altijd met spelers uit de eigen jeugd heeft gewerkt. En hij kwam uit de jeugdafdeling van, nee. van Ajax. Hij heeft al die jongens meegenomen. Uh, dat waren de Eriksen, de, uh, de Vertongers, de Aldewerelds en dergelijke. Dus hij kan heel goed uh, met, met jeugd uh, spelen of uh, uh, ja. werken. Ja, en, en dat is ook waar Ajax meer weer naartoe wil. Ja. Uh, het, het opwaarderen van de eigen jeugdopleiding. En als je dan een hoofdtrainer heeft, hebt die dat heel erg ziet zitten. En die daar ook nog heel goed mee kan werken. En heeft bewezen daar ook resultaat mee te kunnen boeken. Ja, dan begrijp ik wel dat. Zo'n naam valt uh, in ja. de arena. Maar hij heeft natuurlijk als coach na Ajax ook nooit meer goed gepresteerd. Hè? Dus nee. dat is dan ook nog wel iets wat... Dus dan dus zou je zeggen, dan moet je heel snel terug naar Ajax. Ja, maar goed, het is ja. gewoon niet... Bij Inter, geloof ik, was het toen geen succes. Nee, het, is, het is nergens een succes Victor geweest. Was die, geloof maar bij hij was Ajax slecht... is het natuurlijk wel een succes geweest. Ja, ze zeiden bij Crystal Palace, geloof ik, de, de worst manager die ze ooit hadden aangetrokken. Ah, dat zei je uh, dingen natuurlijk, Mourinho. Ja, oh ja. ja. Nou, die ook niet zijn baan ja. niet zeker is. Hè? Want die ligt uh, ook onder uh, hevig vuur uh, bij uh, AS Roma. Nou, daar hebben ze toch zo allemaal uh, besproken. Ja? Alleen Xavi niet. Maar goed, dat wachten we maar af. Die hebben met 4-1 op de broek gekregen uh, van Real Madrid in die Supercup. Ja, ja en dan zie je Frenkie de Jong ook weer niet. Nee, nee, nee. He? Nee, die kreeg een 4 en een 3. Ja. als uh, cijfers. Hebben we verder nog iets te bespreken, heren? Of zien we elkaar uh, vrijdag? Nou, ja, ik dacht dat je wel. Uh, we hebben het met heel veel bombarie aangekondigd. Ik denk, je gaat wel even in op dit interview met uh, Brian Broby. Oh, dat interview. Maar jij leest het AD, dus dat... Uh... Nee, het uh, was, een, was, een, was een mooi interview en daar had ik alleen maar meer van willen lezen. Nou, wat ik wel... Uh... Dat, uh... Ja, was, nou ja, wat mooi was hoe hij ook met zijn familie omgaat en zo. Hè? Dat hij eigenlijk van uh, bescheiden kom af is. Tenminste, zijn ouders die heel hard hebben gewerkt in de... Ik zeg even dat ik het goed gelezen heb. Geloof ik in de schoonmaak. En de logistiek was het er zo. Ja, en uh, bagageafhandelaar ja, nee. op Schiphol. Ja, <laughs> ja, en dat hij was van... zweten, ja. 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 En dat hij uiteindelijk genoeg geld verdiend heeft om ook zijn ouders weer uh, ja, daarin tegemoet te kunnen komen. En, en, en uh, uh, welde er ja, het uh, in mijn ja. oog. En die broer Dirk, weet je welke Dirk dat was? Okay. Uh, uh, Lucasse? Nou jongens, ik, ik zeg tot vrijdag. Nee, en nog niet uitgenodigd voor de slimste mensen. Nee, nee. Tot vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.